In de loop van de 17e eeuw groeide de republiek uit tot een Europese grootmacht. En dat kwam aan de ene kant door het slimme beleid van de regenten, maar dat kwam aan de andere kant ook door de internationale situatie. Want uh, die economie van die republiek die kon ook alleen maar groeien dankzij conflicten elders. En dan moeten we even een paar landen uitpakken. En dan is een heel groot conflict wat vanaf 1618 speelt, de zogenaamde Dertigjarige Oorlog, die met name in het Heilige Roomse Rijk plaatsvindt, het grondgebied van het tegenwoordige Duitsland. Nou ja, waar ging dat conflict over? Je ziet het hier eigenlijk al staan. Het was een conflict tussen katholieke staten en Protestantse staten. En het had er met name mee te maken dat uh, op een gegeven moment het uh, katholieke Spanje en het katholieke Frankrijk een aantal protestantse Duitse staatjes overnamen, waar Zweden het weer niet mee eens was. En zo ontstond er eigenlijk een groot Europees conflict, wat wel dertig jaar duurde, wat dus met name in het Romeinse Rijk werd uitgevochten, maar bijvoorbeeld ook in Noord-Italië en uh, zelfs in uh, de kolonie aan de andere kant van de wereld. En er zijn dus historici die ook wel beweren dat die dertigjarige oorlog de eerste echte wereldoorlog uit de geschiedenis was. Nou, of dat zo is, daar kun je over twisten, maar dat die Dertigjarige Oorlog voor veel verwoestingen zorgde, met name in de Duitse gebieden, dat is wel duidelijk. Hè. Hier zie je hoeveel uh, mensen er uh, gestorven zijn, als percentage in ieder geval van de bevolking, gedurende die Dertigjarige Oorlog. En dat is dus nogal wat. En je kunt je dus ook voorstellen dat daar uh, de handel op dat moment niet echt op de eerste plaats kwam, dat het niet bepaald top of mind was. Nou, dat was alleen maar goed voor de handelaren in de Republiek. En wat ook goed was voor die handelaren, was dat er zowel in uh, Engeland als in Frankrijk op verschillende momenten burgeroorlogen waren. Door spanningen die er waren tussen de vorst en een, een groot gedeelte van de adel. Zo had je in Frankrijk bijvoorbeeld uh, de fronde, een grote opstand van de adel. En uh, nou ja, in uh, Engeland uh, werd zelfs een tijdje werd de koning afgezet, werd zelfs een tijdje een, een, ook een republiek. En dat zorgde voor ook heel veel onrust. En opnieuw was dat dus goed voor de Nederlandse Republiek. En in die 17e eeuw is die Republiek dan ook een tijd lang een economische grootmacht. En dat zag je eigenlijk op drie gebieden terug. Ten eerste ging zo'n beetje de hele Europese tussenhandel ja, via Nederlandse havens en werd die uh, gedaan door Nederlandse handelaren. Hè. Nederlandse schepen die kwamen overal in Europa terecht. Van noord tot zuid zag je Nederlandse handelaren voorbij komen. Er werden ook heel veel producten. Eerst via de Nederlandse havens weer doorgevoerd naar andere gebieden in Europa. Dus eh, daar was de Republiek toonaangevend in. En niet alleen binnen Europa, maar ook in de wereldhandel speelde de Republiek een hele grote rol dankzij de VOC en in mindere mate de WIC. En het derde punt waaruit blijkt dat die republiek een economische grootmacht was, was de aantrekkingskracht die de republiek had op mensen van buiten. En je zag enorm veel migranten, arbeidsmigranten, naar die republiek toekomen. Die, die werden aangetrokken door de welvaart en door de kans op werk die hier was. Maar die werden net zo goed ook aangetrokken door dat relatief tolerante klimaat van die gewetensvrijheid, waar we het in een eerdere video ook al over gehad hebben. Nou, dat zorgde voor heel veel mankracht... maar dat zorgde ook voor heel veel kennis en kunde en kapitaal... wat zo ook de Republiek binnenkwam. En dan zie je dus dat met name de zeegewesten... Holland en Zeeland er heel erg van profiteren... en dat de steden in die gewesten explosief groeien. En je ziet dan ook... Dat er in die republiek, met name in Holland en in Utrecht, een hele ring van steden ontstaat. Die ook nog eens verbonden zijn door een netwerk van openbaar vervoer. Al in die 17e eeuw. Hè. En dat was dus uh, het openbaar vervoer zoals je het hier op dit schilderij ook ziet. Dat waren met name uh, trekschuiten. Uh, er werden allerlei ringvaarten aangelegd. Waardoor men heel snel van stad naar stad kon met een geregelde dienstregeling. Ook, hè. Dat was net zoals je tegenwoordig de bus of de tram of de trein zou pakken. Kon je toen dus de trekschuit pakken. Heel modern voor die tijd en het geeft dus ook wel weer aan hoe uh, vooruitstrevend die republiek was in die 17e eeuw. En als er dan één stad was die echt symbool stond voor dat vooruitstrevende karakter en waar die groei en bloei helemaal tot uitdrukking kwamen, dan was dat Amsterdam. Hè, de snelheid en de omvang van die groei. Is in die stad het meest zichtbaar? En om even wat cijfers te geven, in 1570, dus nog voor die val van Antwerpen, waar we het in een eerdere video over gehad hebben, woonden er zo'n 30.000 inwoners in Amsterdam. Zeker geen kleine stad, maar op Europese schaal ook zeker geen grote stad. Maar als je dan gaat kijken, zo'n 120, 130 jaar later, ja, dan is die stad echt uit zijn voegen gebarsten en dan woonden er bijna 200.000 inwoners. Ja, en hoe kan het dan dat dat zo snel gegroeid is? Nou ja, Amsterdam heeft uitbreiding nodig vanwege uh, de stapelmarktfunctie die de stad heeft. Hè. Dat hebben we in Brugge gezien, dat hebben we in Antwerpen gezien. Nou, uiteindelijk wordt Amsterdam een hele belangrijke stapelmarkt voor verschillende producten. Nogmaals, denk even terug aan de vorige dia's, ook, waar je dus zag dat die republiek een belangrijke rol speelde in die Europese tussenhandel. Nou, dus hier zien we daar dus ook een voorbeeld van. En uh, Amsterdam trok ook heel veel kooplieden aan uit alle windstreken. En vanwege de koopmansbeurs die daar gevestigd was. Daar hebben we het al eerder over gehad bij Brugge. Nou, ja, dit was daar ook weer een uh, soort vervolg op. Maar uh, ja, dit was ook weer iets uitgebreider dan dat die in Brugge was een paar eeuwen eerder. Want hier uh, kon je bijvoorbeeld natuurlijk goederen kopen en verkopen. Het was dus wel echt een, een handelsbeurs. Maar je kon er ook verzekeringen afsluiten uh, voor, uh, voor je handel en voor je expedities. En je kon er leningen afsluiten he, om, om je expedities te kunnen financieren. Maar je kon er ook uh, ruimte huren in een schip. Of in een pakhuis, als je die zelf niet uh, had. En je kon er ook uh, personeel aannemen. Dus eigenlijk alles wat een, een, een koopman nodig had, hè, dat, dat kon je daar op die koopmansbeurs wel vinden. Ja, en door dit soort zaken is het dus heel aantrekkelijk om naar Amsterdam te komen. Nou ja, dat gebeurt dus ook. Hè. Je ziet daar boven nog die inwoneraantallen staan. Maar uh, dan moet die stad dus ook uitgebreid worden. En dan krijgt die uitbreiding die krijgt vorm in de zogenaamde grachtengordel. Hè? En dat, dat is ja, echt zo'n begrip dat we ook wel kennen, hè? de Amsterdamse grachtengordel. Ook een typische uh, kaart natuurlijk, als je dat op de platte grond ziet. En um, ja, er wordt dus uh, rondom die oude stadskern van Amsterdam... wordt een hele uitbreiding aangelegd van koopmanshuizen, van pakhuizen. En die worden gebouwd langs drie nieuwe grachten. Hè? De Herengracht, de Keizersgracht, de Prinsengracht. En ja, dat laat dus echt zien... Dat die stad volop aan het groeien en aan het bloeien is. En die grachtengordel is dan ook een van de symbolen van die gouden eeuw van die Nederlandse Republiek.